Ik hoop echt dat dit een startpunt is voor dat we straks kunnen zeggen, hé, dit accepteren wij gewoon niet meer. Anno 2019, bijna 2020. Dit kan gewoon niet. Ja, maar dat startpunt heeft toch nu geklonken? Dat mag ik hopen. En dat hoop ik echt dat we samen met de politiek, en wat je ook zegt, dat ze aangifte doen, waardoor de politiek ook mee kan doen, de politie wat mee kan doen. Dat is echt onderzoeken aan diegene pakken, maar ook bepaalde straffen opleggen. Niet allemaal een stadionverbod, maar ook een dikke vette boete en eventueel gevangenisstraf. Maar ook goede actie ondernemen. Wedstrijd stilleggen, vak laten ontruimen, mensen eruit en we gaan weer verder. Ja, maar, wedstrijd stoppen heeft geen zin, want dan krijgen die mensen zin. Maar die mensen, gewoon stadion uit, wegwezen, het vak, leeg. Het probleem is, je hoort ook deze zin. Optie heb ik nog niet veel gehoord en die klinkt me eigenlijk ook weer als muziek in de oren. Ja, moet dat hele vak waar het vandaan komt, bedoel je? Tuurlijk. Ja, kijk, als je op het moment dat je van het veld stapt, dan benadeel je sowieso de mensen die allemaal op het veld staan. Ja. Plus die andere mensen die een kaartje hebben gekocht. Ja. Op het moment dat je zegt, hé, dat komt daar vandaan. Dat vak wordt leeggeruimd. En die gaan eruit. En we gaan verder. Je creëert dan misschien ook wat meer sociale controle op zo'n vak zelf. Omdat in eerste instantie dupeer je ook de mensen op dat vak die het niet doen. Hè? Dus dat stuit mij een beetje tegen de borst. Nee, maar ik denk wel gelijk, je kan ook een soort sociale controle daarmee creëren. Mm-hmm. Dat mensen elkaar ook weer aanspreken op hun gedrag. Kijk,